Boom zou normaal gesproken ook een beschermde status hebben gehad in Vlaanderens mooiste. Maar de Vlijmenaar liep enkele weken geleden een elleboogblessure op. Dat gebeurde bij een val tijdens Parijs-Nice. Het zijn echt een rare bewegingen, of ja, eigenlijk op de fiets geen rare bewegingen, maar voor die elleboog wel, die pijnlijk zijn. Dus die probeer ik een beetje te vermijden, maar als je over de kassei gaat, dan is het niet altijd te vermijden. Dus ik ben nog niet helemaal pijnvrij, maar het gaat steeds beter. Boom maakte zondag zijn rentree in het wielerpeloton tijdens Gent-Wevelgem. Daar tankte hij naar eigen zeggen vertrouwen. Misschien kan hij tijdens de Ronde van Vlaanderen zelfs wat meer dan alleen knechten. Ik denk dat ik conditioneel ben ik er wel klaar voor, denk ik. En het voelde vandaag ook goed op training en de klimmetjes gingen prima eigenlijk. Dus zelf een beetje afwachten. Ik bedoel, misschien een vrije rol of we moeten gewoon even over hebben met de ploegleiding. Na de Ronde van Vlaanderen volgt Parijs-Roubaix. Ook een klassieker en ook typisch een wedstrijd voor Boom. Ik was, als ik mijn elleboog niet had gebroken, wou ik allebei goed zijn, zeg maar. Maar nu is het gewoon, door die elleboog is het gewoon lastig geworden. Omdat Vlaanderen komt een week eerder. En in Roubaix ben ik misschien wel een week langer hersteld. En is die elleboog misschien wel helemaal weg, weet je wel. Dus dat is nu lastig. Ik hoop dat ik zondag gewoon heel erg goed ben. En in Roubaix zeker ook. Maar ik bedoel, het is alle twee belangrijk.